Yo, nieuwe week, nieuwe vlog en we vertrekken vandaag naar Los Angeles voor Wasteland San Bernardino. Zie jullie daar. Yo, what's up guys? We zijn net aangekomen in LA, pikken onze auto net op. Do, is voor jou de eerste keer hè? Eerste keer LA, zeker. Wat gaan we doen dan als we meteen zijn geland? Lekker burgertje eten. In and out, here we go. Even twee van die dikke blikken monster halen, anders gaan we niet redden vandaag. Ja, denk ik ook wel. Ken je die? Loka Mokka? Oh, die is goeie. Hier zijn we Santa Monica Pier en dit is echt het beste hotel ooit. Zoals Remco zou zeggen, de Wyndham. Ik heb hier de vorige keer een keer gelegen met Remco, jongen. Verschrikkelijk. Dat zeggen ze mega kut. Dat is echt tering kut. Do, misschien moeten we gewoon die in-and-out een andere dag doen. Ik vind er niet hier 1, 2, 3 eentje. Ik heb wel echt een goed tentje, man. Ben ik een paar jaar geleden ook geweest met Remco en met Sam. Maarten, krijg je broodjes? Holy shit. Waar gaan we daarheen? Dan gaan we daarheen. Nou ja, we zijn nu dus bij een deli. Daar ben ik een paar jaar geleden geweest. Dicht vlak bij Santa Monica aan dit jongen. Zo heb je ze niet in Nederland. Dikke pastrami sandwich. Eigenlijk het lijkt nu gewoon met dit fucking weer lijkt het gewoon net alsof we fucking Zandvoort zijn ofzo. Maar ja, vind ik wel jammer. Zijn we eindelijk in fucking LA, heb je zo'n stront weer. Maar ja, we kunnen wel daar even zwervers gaan tellen. Zeker maat. Toch gewoon het pad volgen maar. We zijn nu op Venice Beach. Ik ben hier al een paar keer geweest, maar wat is jouw eerste indruk ervan, Do? Ja, het is wel mooi, maar wel aftans van dieven, sorry. Ja man, je moet echt opletten dat je niet in spuitjes of weet ik veel wat voor een troep of op een zwerver, over een zwerver struikelt of zo. Ja, je kan hem wel afvinken, hè? Ja, niet? Ja, je moet het gewoon een keer gezien hebben, toch? Ja, sowieso. Nou ja, wat gaan we doen? Gaan we naar het hotel? Ja man, even inchecken, even douchen. Oké, let's go. Yo. Gezondheid. 5 uur later. En we zijn net even een beetje ingekakt op de hotelkamer. Ja, ik heb niet echt jetlag of zo, maar toch... Voel je wel, dus even snel een powernapje gedaan, even wezen sporten en... Eerste avond, we gaan het niet al te laat maken, maar we gaan wel bij een hele vette tent eten. Die ligt toevallig aan ons hotel vast. We liggen midden in Hollywood namelijk. En hier beneden is het restaurant, is het binnenplein. En het restaurant is taal, beetje Aziatisch, beetje hip. En ja, volgens mij was G-Eazy gisteren hier, hè Do? Vorige week Brianna. Ja. ASAP Rocky. Hey, en deze week Warface, hè? Warface. Nee. Dus dat was hem voor vandaag. Zie jullie morgen. Goedemorgen, jongens. Hoe laat is het, Dome? 6 uur. 6 uur. We zijn al vanaf 4 uur wakker. Jetlag kicks in. En we hebben nu even bedacht dat we naar die observatory gaan. Om daar de zonsopkomst nog even te timelapsen, maar. Ik weet niet of we dat gaan halen, man. Dat begint al op te komen, hè. Ja. We waren gisteren naar Tau geweest. Ja, binnen een uur waren we gewoon klaar. We waren opeens zo fucking moe. Eten was wel lekker. Alleen Do, die flikkerde na 10 minuten al zijn hele cocktail over zijn broek heen. Dus, en hij had ook nog een grijze broek aan. Dus het zag er heel leuk uit. Maar ja, nu hopen dat die gast heel snel komt met onze auto. Want ja, hoe lang is het rijden? Een kwartiertje. Ja, dat gaan we niet redden, man. Gaan we wel redden. We shall see. Ik denk dat we het wel gehaald hebben. Dominique is al naar voren gerend. Kon ik de auto parkeren. Ja, ik ben dan zelf een paar keer in LA geweest, maar hier nog niet. En ik moet zeggen, het is nu 6 uur in de morgen.
En zo'n view, holy shit. Voor degenen die GTA spelen of gespeeld hebben, ja, you know the place. En kijk, maar daar gaan we straks naartoe, voor een iets dichterbij. En aan de andere kant heb je deze. Ik weet niet of je het goed ziet hoor, want de zoom heb ik nog niet op de camera. Ik ga eens even kijken waar Dominique uithangt. Nou, Do, we hebben het gehaald. Look at this. De meest skere optie voor een timelapse. Maar ja, volgens mij pakt dat al vet uit. Hollywood sign, weg is afgesloten. We mogen hier eigenlijk helemaal niet stoppen. Even snel, man. Heel snel. Check het hier dan. We moeten nu echt vandoor, anders krijgen we echt een dikke boete. Een paar locals hebben ons al aangesproken dat we echt moeten wegwezen. Dus Do, staat die wagen maar. Nou ja, heb je dat ook weer gezien, joh? Ik lijk wel een tourguide. Goedemorgen. Oh. Wat heb je gehaald? Nee, wat heb ik gehaald? Een flat white voor mij en echt zo'n wijvendrankje weer voor jou. What the fuck, man. Wat zei je toch allemaal? Maat, we zijn zo hard beflikken met die Reese's. Hoezo? Maar ik heb jou toch bij, jij vreet toch alles. Kijk op. Hoe klein ze zijn. Ja, maar ja. Eentje vind ik wel lekker, de rest voor jou. Hey, Do, is gezellig hier, hè? Oh, nou, hè, genieten. Lekker dat je stinkt uitlaat. Ja. Zo waren ze in Rotterdam ook. Wat zeg je? Lekker! Rotterdam, ja? Ja, Rotterdam hadden ze het ook zo. Ik ben echt benieuwd, man. Bij jou de eer. Mag ik de eieren goed? Maar dit is echt lekker. Ja? Dit is echt de bom. Holy shit. Oké, let's go. Het was een super dag hier bij Universal Studios. Nee, was wel leuk toch? Alleen we hadden helemaal geen zin om die camera mee te slepen. En waar moet ik eigenlijk heen? Daar stoppen. Ga maar rechtdoor. Navigator. Ja, en hoe laat zijn we opgestaan, maat? 4 uur lokale tijd. Ja, dus we zijn nu al... 12 uur wakker. 12 uur wakker. Remmen. Oh, kut. Kom, maat, kijk eens hier rechts. Gaan we naar in en uit? Moet ik niet pakken. Ja, laat me doen. Hoe laat is? 4:45, we hebben nog tijd. Gaan we pakken? Ja. Lekker. Wat gaan we nu doen? Oh, en die lens, jongen, die is helemaal goor. Die lens is echt helemaal goor. Nou ja, wat wij gaan doen dus. Ik hoop dat we het, gaan volhouden, maar we gaan naar Jackass. Een nieuwe film op... Wat is dat? Chinese theater? De Chinese theater? Anyway, de Chinese cinema op Hollywood Boulevard. Vind ik wel iconisch dat we die film daar gaan kijken, toch? Sowieso. Maar goed, jij hebt nog die 5 hour energy, dus ik denk dat we die, dat we die nodig hebben, maat. Oh, ik ben helemaal gaar. Maat, ik ben fucking... Ik denk dat ik niet meer leef, man. Dit is mijn ziel, dit is de mummie. Weet je, we hebben net de mummie gezien en fucking, dat was ik gewoon. Geef me een toiletrol en ik ben gewoon de mummie. Zo voel ik me. Ik voel me helemaal vertiefd. En ik hoop dat gewoon dit ding wat wij zo meteen gaan krijgen, dat mij gewoon weer tot leven brengt. En anders? Dan ben ik een dikke mummie. Dan heb ik gewoon een burger op. There you go, man, it's okay. Je moet hier een receipt hebben. Meet, dit is gewoon geluk in een kartonnen zakje, hè. Kijk hier. Oh. Ja? Ja. Is goed voor je pants. Wat vind je personal training ervan, jongen? Die schiet mij weer af. Zoals elke week.
What's up, guys? Het is vandaag vrijdag, showdag en de fucking zon is er eindelijk. Wat gaan we doen, Do? Jij hebt volgens mij een paar schoenen nodig, toch? Lekker shoppen. Maar ja, ik wilde dus hier naartoe gaan. Normaal gesproken, als ik in LA ben, kom ik altijd even naar Flight Club checken of er vette schoenen zijn. Nee, toch niet? Volgens mij zijn ze failliet, man. What the fuck? Zit er wat tussen? Ik vind deze wel dik, man. Het is veel te groot. Het is veel te groot voor mij. Dit. En hij heeft weer wat gescoord, hoor. Lekker petje gekocht. Ja. Ja. Jammer dat het geen bivakmuts is, bedekt die hele gezicht. Ja, dan hoef je niet meer tegen die rotkop aan te kijken. En dan stap je net gewoon zo'n winkel in. Is die verkoper gewoon een Nederlander uit Markelo. Ja, voor de mensen in het oosten van het land. Shout-out naar Dika. Ja, shout-out naar Dika. Ik heb daar eigenlijk al 2 of 3 keer een show gedaan. En die, en het grappige is, die gasten kenden mij daar ook van. Dus ja, bizar. Kleine wereld. They wanna steal my crown and sit on my throne. Take my castle and plunder my gold. But there is something they don't realize, that no kingdom comes without sacrifice. Ik heb onlangs dus ook nog een kleine samenwerking met Noises opgezet. Die hebben me verzorgd voor weer nieuwe oordoppen. En Noises, dankjewel. Ik ga ze vandaag voor de eerste keer uittesten. Ik laat jullie weten hoe het is. Jij er was sick, hè? Ja, dat was dik. Holy shit, man. Ik heb echt het gevoel dat die show van net... Er zat gewoon alles in van de afgelopen 2 jaar dat we geen shows hadden. Ja, je hoort mijn hele stem staan te rappen. Wow, maar ik ben wel toe aan bed, man. Ik heb wel, ik weet nu niet of ik morgen nog wil gaan. Ik ben echt kapot. Jij? Slaap lekker. Later, maat. Tot morgen. Ciao. Yo. Goedemorgen. Goedemorgen, man. Wat een teringzooi. Ik ben heel even snel een edit maken voor de recap van die jongen, dus ik ben zo klaar.
Yo, goedemorgen. Ja, het is al middag alweer. Ik ben echt het hele besef van tijd kwijt. Van gisteren Wasteland. Holy shit. Dat was echt next level. Ik had echt helemaal nul verwachtingen. Maar dit was echt... echt, maar dan ook fucking bizar. Het was echt weer mijn eerste fatsoenlijke decent show sinds 2 jaar. En eigenlijk precies 2 jaar geleden. Want 2 jaar geleden deden we EDC Mexico. En eigenlijk de week daarna was het gewoon klaar. Dus ik ben echt fucking blij. Ook de respons op de nieuwe muziek, ja... Pff. Nee, met geen pen te beschrijven. We gaan nu nog even een dagje chillen hier. De rooftop van ons hotel. Vandaag is het ook echt de beste dag qua weer. Hè. Het is net even 24 graden of zo. En morgen gaan we weer naar huis. Van de ene kant ben ik ook weer blij dat ik naar huis mag. Maar van de andere kant, als je dit zo ziet, zo'n goede show hebt gedraaid, ja, dan wil je eigenlijk helemaal niet weg. Dus dit was hem voor deze week. Ik zie jullie allemaal volgende week. Volgende week gaan we naar Berlijn. Later. Verdomme, ik ben echt helemaal geen pro in dat kut openmaken. Maar anyway, we gaan deze even vieren. En er even een fucking showtje van maken. Here we go. Thanks for having me. Oh! Ik hoop niet dat dit zeg maar een voorteken is van het hele festivalseizoen, want dan knalt die echt niet. Kut, sorry.